Sint-Nicolaas en zijn knecht door Jan Schenkman. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Pauline Koenders. Sint-Nicolaas en zijn knecht door Jan Schenkman. Sint-Nicolaas luistert aan de deur. Wie gluurt daar door het reetje? De deur is niet dicht. Het is Nicolaas die luistert, wat ieder verricht. Wie traag is in het leren, of stout is, of boos, Sint-Nicolaas hoort alles, hij luistert altoos. Hem kan men niet foppen, geloof mij oprecht. Wat hij niet gezien heeft, vertelt hem zijn knecht. Plechtige intocht van Sint-Nicolaas. Daar rijdt hij de stad door, op zijn prachtigst gekleed. Zijn knecht draagt de geldkist. O, zie hoe hij zweet! Het regent de bloemen. Elk jubelt en juicht, terwijl zich Sint-Nicolaas op het vriendelijkst buigt. Eén echter verschuilt zich en tracht hem te ontvlieën. Het is Willem, een domoor. Maar het wordt ras gezien. Sint-Nicolaas houdt boek. Sint-Nicolaas, de bisschop, schrijft hier in zijn boek al wat hij gehoord heeft bij het jaarlijks bezoek. Wie zoet was of stout was. Hij voegt het erbij. Wat zou hij wel schrijven van u en van mij? O, vraag het zijn knecht eens. Die maakt toch dit jaar voor al wie niet stout was de zakjes weer klaar. Sint-Nicolaas bij de banketbakker. Wat heerlijke poppen, wat keurig banket, staat hier voor de glazen, zo sierlijk en net. Wie trad er naar binnen? O, gluur door die ruit. De bisschop koopt alles, zijn knecht draagt het uit. Er zijn zakken vol lekkers en koeken erbij. O, kreeg ik er eentje, wat was ik dan blij. Sint-Nicolaas op strooiavond. Het leeft in den schoorsteen. Hoor, hoor dat geraas. Hoe rollen hier de appelen? Het is vast Sint-Nicolaas. Maar nee, het is zijn knechtje, dat zwart is van kleur. Want ginds staat de bisschop voor de opene deur. Zing spoedig een liedje. Zie, zie hoe hij gooit. Hoe harder wij zingen, hoe ruimer hij strooit. Sint-Nicolaas in de school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Co? Ja, waarde Sint-Nicolaas, dat is maar zo, zo. Verdienen ze een prijsje, of zijn zij het niet waard? Zij zijn als al de anderen wat vrolijk van aard. Wel nu dan, wie stil is en vlijtig hier leert, ziet als ik terugkom een prijs zich vereerd. Sint-Nicolaas bij een arm kind. Wel, is het Sint-Nicolaas, maar ach, niet voor mij. Vast gaat hij ons hutje stilzwijgend voorbij. O, mocht hij er komen, dan krijg ik toch iets. Elk krijgt wat vanavond. Maar ik, helaas niets. Ik ben arm. Maar wat zie ik? Een pop van Tai Tai. O, foei. En ik morde. Nee, dat was niet vrij. Sint-Nicolaas bij stoute kinderen. Ai, ai, die Sint-Nicolaas is lang na niet mak. Daar stopt hij twee knaapjes pardoes in zijn zak. Het is loon vast na werken en rijkelijk verdiend. Hij straft niet graag kinderen, maar is hun een vriend. O bisschop, vergeven deze enkele keer. Schenk, schenk hun genade, zij doen het nooit weer. Sint-Nicolaas in den boekwinkel. Wel hoe,
kwam Sint-Niklaas, zowaar nu weer hier. Om boekjes te kopen, dat doet mij plezier, want zie, dat is nog beter dan koek of banket. Een boekje met prentjes geeft jarenlang pret. O, vond ik er morgen maar één in mijn schoen. Ik gaf hem zijn knecht dan een hand en een zoen. Sint-Niklaas op den schoorsteen. O, zie eens naar boven, maar schrik er niet van. Wat ziet ge op dien schoorsteen? Een paard en een man. Jazeker, hij is het. Zijn knecht staat erbij. Hij gluurt naar beneden, misschien wel naar mij. Ik groet u, Sint-Niklaas. Houd vrij mij in het oog. Graag kwam ik eens bij u, maar het dak is zo hoog. Sint-Niklaas bij een rijk kind. Sint-Niklaas, kom binnen. Wat moois brengt gij mee? Graag had ik een boekje. Ik schenk u er twee. Het een zal u leren dat godsvrucht en deugd meer waard zijn dan schatten, de bron zijn van vreugd. Het tweede toont klaar u wat vreugd men geniet, zo men van zijn rijkdom ook de armen iets biedt. Sint-Niklaas bij een snoeper. De trommel is vol nog, geen mens die mij ziet. Dus spoedig een koekje, dat mist men toch niet? Help, hemel, wat is dat? Wie grijpt mij bij het oor? O, wee, het is Sint-Niklaas. Hoe raak ik er door? Ach, bisschop van Spanje. Ach, laat mij maar gaan. Ik zal nooit aan een trommel mijn handen weer slaan. Sint-Niklaas in de kinderkamer. Een tafel vol speelgoed. Wie had dat verwacht? Nog nooit heeft Sint-Niklaas zo ruim ons bedacht. Een zak chocolaatjes. Een mand vol banket. Vier boeken met prentjes. Zo keurig en net. En dan nog voor ieder een letter erbij. O, was ieder kind zo gelukkig als wij? Sint-Niklaas bij grootmama. Wel, grootma. Wel, grootma, kijk, dat vind ik mooi. Een tafel vol lekkers, en dat voor wat hooi. Hoe klein was mijn schoentje, hoe groot dit present. En dan nog een boekje, een doos en een prent. Wel, grootma, o, geef mij een zoen. Ik breng na een jaartje opnieuw u mijn schoen. Einde van Sint-Niklaas en zijn knechts.